Vandaag begint een heroïsche missie. Matroos Habal. Vandaag gaan we onze aardse broeders en zusters eindelijk bevrijden van de halsband der vernedering. Omgedaan door, hoe zal ik het zeggen, hun aardse baas. De volgende beelden kunnen al schokkend worden ervaren, maar zullen jullie motiveren te vechten tot de laatste man. Dr. Snorra, activeer het beeldscherm. Aanschouw hier gruwel en vernedering. Rode Betty heeft een poes, ia ia o. En dat vindt hij een grote snoes, ia ia o. Wil papa's kleine snoesje nog een lekker hapje tonijnpaté? Wat ben jij toch een lekker bek. Stop! Ik kan hier niet langer naar kijken. Bondgenoten bevrijders, jullie zien hier voor je ons eerste doelwit. Houd onze overwinning op de planeet Muis in gedachten. Miauw! 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 Er is een indringer op de romp van ons schip geland, kapitein. Hij ziet eruit als een hondachtige. Hoe heeft hij ons kunnen ontdekken? Ons ruimteschip is min of meer onzichtbaar. Niet helemaal. Ik zie hier dat een haarbal verstoppingen veroorzaakt. Willen jullie alsjeblieft onmiddellijk ophouden met dat gejammer? We worden over enkele ogenblikken weer onzichtbaar, kapitein. Dr. Snorhaar, u neemt de indringer voor uw rekening. Bimas down, Spotty. Hondachtige, geef je onmiddellijk over. Zo, snoesje, heb jij genoeg paté gehad? Oh. Zeg wie, of liever nog, wat bent u? Wij zijn uw ergste nachtmerrie, menselijke onderdrukker. Een hoogontwikkeld kattenras dat niet de hersenspoelen en tot slavernij te dwingen is. Beheers jezelf, matroos Haarbal. Jij, laat de gevangenen onmiddellijk gaan. Moet ik mijn snoesje aan jou geven? Ik heb wel 5 woorden voor jou, meneer. Smeer hem. Smeer hem, smeer hem, smeer hem, smeer hem. Je smeert hem of ik gebruik de plantenspuit, meneer. Domme idioot. Denk je echt dat wij bang zijn voor een miniatuur waterkanon? Wij vrezen jou niet. Bereid de aanval voor. We moeten dit menselijke wezen onschadelijk uit. Pak aan! En deze, en deze! Zo, lelijke, opstandige rotkat. We liggen onder vuur. Beam us up, Spotty. Scheidluizen, kom van het plafond af en onderneem iets! Een week vakantie op planeet Muis voor degene die weer een kat van me maakt. Richt jullie lasers op de blaffende indringer. Lasers kunnen dit beest niet uitschakelen, kapitein. Zijn wil is veel te sterk en hij is ongelooflijk dom.
Mannen, we moeten de kapitein beschermen met een schild van kattenhaar. Je mag dan immuun zijn voor onze lasers. Ik ben benieuwd wat je vindt van de lading vlooien. Ja! Ik zie dat mijn tegenstander een vlooienband draagt. Ja, heel verstandig. Maar de strijd is nog lang niet ten einde. Zeg maar een schietgebedje, indringer. Dan stel ik je even voor aan Klauw. Je zou jezelf moeten schamen, Klauw. Kom naar beneden en gedraag je als een kat. Zo, jij vecht liever Klauw tegen Klauw, zie ik. Prima, pak hem! Hebben we al visueel contact met de kapitein? We vermoeden nu dat hij zijn vlooienschieter gebruikt heeft. Neem het stuur van me over en ga even wat poeder halen. Je moet een keer ademhalen. Wat gebeurt er met me? Nee, verzet je, Lars. Je wordt gehersenspoeld. Huh? Wat? Wat hebben jullie gedaan met de kapitein? Stoute hond! Nee, nee! Ik wil niet terug naar dat ongezellige ruimteschip. Ik wil zoete melk en knuffels. Sta op, Poesje, heel stout. Poesje zegt sorry tegen Spanky. Zeg onmiddellijk sorry tegen die hond, dokter Snorhaar. Dat is een bevel. Dat spijt me. Je bent een brave hond. Vlucht nu het toch kan. De mensachtigen zijn gewoon te sterk voor ons. Vlucht, vlucht naar het schip. Houd vol, kapitein. U bent gehersenspoeld, maar we vinden een tegengif en komen u halen. Best. Mag ik dan nu rustig mijn melk opdrinken? Mensenkind, zou ik misschien even een uurtje in je kast mogen gaan liggen? Ah.